je dat voorhand had gezegd 12 op 12, dan had je er weinig geloof, denk ik. Met verplaatsingen naar Reupen, naar Westerlo. En dan thuis Oostende en Reupen ook 6 op 6. Dus met een steek laten vallen, dat zit knap. Nu is het juist nog kwestie van af te maken. Maar we hebben in principe nog altijd een punt nodig om heel zeker te zijn. Alhoewel dat ik denk dat Eupen mentaal dood is, mathematisch nog niet. Maar ik denk dat we nu de kers op de taart moeten kunnen plaatsen in Oostende door te halen wat we willen. Dat is zeker één punt. Pas gerust zijn als het mathematisch zeker is. Ik weet dat Oostende zeker thuis gemotiveerd gaat zijn om toch nog punten te pakken. Dat ze toch niet met dat één puntje blijven staan. En het is gewoon een kwestie voor ons van goed te starten en direct het initiatief te nemen en zo snel mogelijk die goal te proberen maken. Je weet wat er vorig jaar gebeurd is, hè? Tot 5 minuten voor tijd. En dan zaten we ook bijna in eerste klasse, dus we moeten toch altijd voorzichtig zijn. Maar nu denk ik dat de beleving daaromtrent helemaal anders is. De groep was vorig jaar vanuit een totale underdog-positie. Zaten we in die testmatch en dat was wel wat moeilijk. Deze keer, na nieuwjaar, hebben wij in feite heel veel gewonnen. In die eindronde, een foutloos parcours. Het geloof in de groep is heel groot om het af te maken. Maar ik denk dat we toch woord gehouden hebben. Dat is dat we zijn er nog altijd niet, daar ben ik me bewust van. Maar we hebben gezegd, kijk, we geven onszelf 3 jaar. Het is het tweede jaar op rij dat we denk ik heel goed presteren. We kunnen alleen maar zeggen dat wij er zeer gelukkig mee zijn. En ik hoop dat stilaan ook gangs de gemeenschap daar heel content mee is met de manier waarop we aan het werken zijn hier op de Freetiel. Drie jaar is het, of was het project. Had het vorig jaar al gekund, was het misschien iets te vroeg geweest. Maar toch, je moet dat altijd meenemen. Dit jaar kan het. En in feite moet het ook gebeuren. Als we het nu nog laten liggen, moeten we alleen met onszelf te raden gaan. Ik denk dat ook alles aanwezig is. We hebben de infrastructuur, dat is al dikwijls gezegd. We hebben de bestuursploeg die toch met het volle verstand, het budget beheert. We hebben ongelooflijk veel aan goede supporters. Altijd daarin heel voorzichtig. Hè. Als we de trekking zagen, dan dachten we van eerste match thuis, Oostende, moeilijke tegenstander. Ginder 4-0 op ons botten gekregen, dan 2 keer weg. We doen het schitterend in Westerlo, krijgen een boost in feite. Dan op Eupen heeft eigenlijk de doorslag gegeven, tweede helft. En dan gisteren opnieuw een moeilijke match. Maar de jongens zijn op dat vlak wel zeer nuchter. Dat zij weten van, Oostende, het zal niet gemakkelijk worden. Maar langs de andere kant denk ik ook niet dat Westerlo zich kan permitteren om een laatste match niet meer vol aan de bak te gaan en Eupen zomaar zal laten winnen. Want Eupen zal waarschijnlijk ook wel de cadeaus krijgen van Oostende op de laatste match. Dus, en daar vrees ik een beetje voor. Dus ik denk dat we gewoon zelf moeten doen en niet naar anderen moeten kijken. Ja, dat is schitterend. Hè. Gisteren bijna 8000 mensen hier op de Freetiel. Ik krijg felicitaties van overal, van gangs het Waasland eigenlijk, die de weg allemaal terugvinden naar de Freetiel. En dat moet het zo zijn. Dat moet onze doelzone ook zijn. Wij mogen ons niet enkel focussen op de gemeente Beveren. Het moet Groot Beveren zijn, het moet het Waasland zijn, die de weg naar hier terugvinden. En dan kunnen we pas zeggen, kijk, wij kunnen uitgroeien tot een volwaardige eerste nationale.
Ik heb altijd gezegd vorig jaar, of als ik hier begon, van ik hoop dat ik van heel veel mensen een droom kan laten waarmaken. Dat is terugkeer naar eerste klasse. We zijn daarmee bezig en ik hoop dat, dat in plaats van de engelenmaker, de droommaker, als die een boek nog een keer herschrijven. En het is altijd plezant als je mensen die achter u staan ook kunt iets teruggeven met de promotie naar eerst, want iedereen verdient dat hier. En als ik daar kan aan meewerken, op mijn manier en met mijn bijdrage binnen het geheel, ja, dan is dat altijd tof. Ik denk alles is aanwezig hier om een hele goede eerste klasse op te bouwen. Ik denk sportief moet er nog wat versterkingen bij komen, maar voor de rest is alles aanwezig. Accommodatie, supporters, sponsors, het zit allemaal heel goed hier. Dus ik denk morgen met de steun van die 3000 fans van Beveren moet dat zeker goed komen. Oostende, het gaat te klein zijn voor ons, hè? Ja, ik denk het ook. Ik denk dat Oostende misschien wel afgebroken wordt als we ons plaatsen. Dus ja, het zou heel mooi zijn, maar ik zeg het, even nog voeten op de grond houden en zorgen dat we die kwalificatie behalen en dan kunnen we feesten. Een laatste korte vraagje. Normaal ga je nooit mee op verplaatsing. Ga je zondag? Ik ga zeker niet aanwezig zijn in het begin van de wedstrijd, maar ik ga wel ergens in de omgeving zijn van Oostende. Dat is een feit dat zeker is. Maar op de wedstrijd zelf ga ik niet aanwezig zijn. Ga je toch niet wachten in je wagen? Nee, in mijn wagen ga ik ook niet wachten. Ik zal gewoon ergens in de omgeving zijn dat ik op zeer korte termijn op plein kan geraken. Oh, wat is dat? Dat is niet gewoon, hè. Hier. Deze bien. Zodat al in eerste klas, hè, dat bien. Dat wordt te gek, hè. Kun je dat voorstellen? Oostland Beveren naar eerste klas. Ik nog niet, hè. Ik zie ontzweten. Zijn eigen ontzweten van de stress. Ja, ik heb mijn hem al uitgedaan, want ja, dat is zeeknat. Hè. Dat gutst er gewoon uit. Dus ja, we gaan eens kijken hier op de club. Hè. We zijn nu ongeveer een dag voor het grote gebeuren in Oostende. Dat is dus morgen. En ik denk dat hier ongelooflijk veel stress is. De mensen staan hier tickets te verkopen. We gaan maar eens zien of dat allemaal wel een beetje goed draait, hè. Hier is het allemaal te doen, ze. Tickettenverkoop. Hier staan al twee trouwe fans. En jongens, heb je nog tickets kunnen bemachtigen? Ja. Ah, dat is goed, hè. Komt allemaal in orde. Zijn we klaar voor morgen? Komt allemaal in orde. Fantastisch, hè. Fantastisch. Dag meneer. Alles goed hier? Komt het wat goed in tickettenverkoop? Even rustig, maar dat lukt wel. Ja, maar ik zie, het is hier al een grote rij achter mij, dus heb je nog tickets over of is het ver gedaan? We hebben er 3000 gekregen en er zijn er toch al een 2500 weg. Dus de mensen moeten beter spoeien als ze nog een ticketje willen hebben? Wel, ik denk niet dat ze het nog zullen zien, maar om 12:30 is voorverkoop gedaan. En is het gedaan, ja, dan gaan ze waarschijnlijk wel weg zijn ook. Ik denk dat er wel nog een aantal beschikbaar zullen zijn, dus ik ga onderhandelen om toch nog een loketten daar. Ja. Kunnen verkopen. En morgen, wat gaat dat hier zijn? Dat gaat een volksverhuis zijn in Beveren. Hè? Dat gaat een volksverhuis zijn. Ik weet van een 17-tal buzen. Een aantal wagens wil ik gewoon niet al in tellen. Nee. Dus dat gaat er een halve thuiswedstrijd worden. Hè. Zeg, ik heb zelf toch al een ticketje? Ik moet mijn ticketje niet betalen. Oh, dat is fantastisch. Dat is een goede deal. Hè. Allee, vooruit. Ik ga hier de mensen voort laten aanschuiven, want het is precies nodig. En succes nog. Hè. Ja, heel goed. Komt u ook voor tickets, mevrouw? Ja. En hoeveel tickets moet u hebben? Twee. Oh, dat is goed, er zijn er nog, ze. Ja, dank u. Ja, en ziet het zitten morgen? Het is niet voor mijn eigen. Het is niet voor uw eigen. Ja, maar je weet al voor wat dat is. Ja. Ja, om naar eerste klas gaan, hè? Ja, ja, koop het, hè? Het is open, hè? Ja. Is het voor de familie? Voor de vriendin. Voor de vriendin, oh, dat is fantastisch. Ja. Ja. Een grote fan? Toch wel, ja. Ja? Ja. Ja, allez, vooruit. Ik hoop dat ze ons mee naar eerste klas kan schrijven. Hè? Ja. We gaan ervoor, hè? Ah, Ize! Ja, Carlo. Ah? Goed, en met u? Goed, hè. Zie je het wel zitten voor morgen? Ja, dat gaat niet. Heb je stress? Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Hij is stress. Nee, geen stress. Nee. Voor wat denk je dat? Ja, gewoon, dat is toch een fantastische wedstrijd morgen, hè? Morgen, ja. Wat is dat? Lekker dan, hè? Ja. Nee, het is niet gelijk een ander. Nou, meestal geef ik al gelijk, maar het is niet gelijk een ander morgen. Nee, ja. Morgen. Ja, wel, wat denk je dat? Ja, morgen kan er weer geschiedenis geschreven worden, hè? Oh. Kan geschiedenis geschreven worden, ja, dat is juist. Ja, dat is toch wel een beetje een andere match dan een ander, hè? Een beetje wel, hè. Dan misschien meer zenuwen zijn, meer stress zijn, maar... En heel Bever naar Oostende, ja. 3000 man heb ik gehoord, juist. 3500, dacht ik. Ja, dus... gaan meer volgens dan Bever dan Oostende, hè? Ik denk het ook, ja. Dat gaat een volksverhuis worden. Klein pronostiekje.
Morgen? Ja. 1-2. Fantastisch. Hier moeten we niet hebben, hè. Tot ons open, hè. Bedankt, ik ga je voort laten werken. Tot morgen, jongens. Jo. Voilà, je ziet het, de tickettenverkoop. Ja, dat is te gek, hè. Nu, stelt, hè. We gaan allemaal naar Oostende morgen. Heel Beveren. We winnen daar, of we spelen gelijk. Vergeet niet terug te komen natuurlijk, want allee, ja, Oostende, nog niet voor het een of het ander, maar het riekt er wel van een vis. Hè. Dus als je allemaal terugkomt, vergeet niet naar de grote markt te komen, want op de grote markt is het een fantastisch feest. Hè. Dus iedereen komt daar, de spelers worden daar gehuldigd, want het gemeentehuis en de burgemeester geeft gratis bier. Dus ja, er moeten bij zijn. Ik zou zeggen, tot daar. Hè.